En wat ga je doen na Netflix? En ik denk zo van ja, I got this en dan zo zeg ik zo ja, hier alsjeblieft. Vind kan, je dat kan. Op de eerste date? Dat, ik vind dat gewoon kunnen. Weet je. Het is niet zo van... Goedemiddag, goedemiddag. We zijn weer aangekomen bij vlog 31. Doet me weer goed om je weer te zien. Vandaag gaan we naar Rotterdam, Roger Knor, de havenstad. Wat gaan we daar doen? We gaan daar de vlog schieten. Want we hebben de stelling vandaag. Het is vanzelfsprekend dat de man voor de vrouw betaalt op de eerste date. Ben je het hiermee eens of oneens? Laat het weten in de comments, voel je vrij om te reageren. We gaan dit even schieten in Rotterdam. Ik ben benieuwd hoe Rotterdam erover denkt. Even kijken wat voor meningen ik allemaal kan ontvangen. We gaan zo meteen de trein pakken. Dus ik zie jullie in Rotterdam. Let's go! Goedemiddag. Stel jullie jezelf even voor. Ik ben ervoor. Ik ben Alicia. Leeftijd? Ik ben 19. Ik ben 18. Mike, 16 jaar. Ik woon in Berkel. Ik ben Mitchell. Ik ben ook 16. Ik woon in Delfshaven. Mooi, mooi, mooi. De stelling vandaag. Het is vanzelfsprekend dat de man voor de vrouw betaalt op de eerste date. Eens of oneens? Eens. 100% mee eens. Eens. Ik ben daarmee oneens. Tuurlijk. Eens. Oneens. Oneens. Waarom? Ja, ik hou niet van als een vrouw voor mij betaalt. En als je een vrouw mee op date neemt, vind ik wel dat ze moet betalen. Als je een chickie uitneemt, moet je het gewoon goed doen. Uit beleefdheid, uit beschaafdheid. Dat is gewoon normaal. Waarom eens? Nou, dat is denk ik wel zo netjes, maar het is niet dat het moet, maar het is wel heel erg netjes, vind ik dan. Ja, ik vind het hoeft niet per se hoor. Het hoeft niet, maar als zeg maar een jongen dat zou voorstellen van nee, ik betaal wel, dan zou dat gewoon net erover komen. Ja. Ja. En dat zou je gewoon fijner vinden als meisje zelf, dat als je echt moet gaan betalen en dat hij dan misschien de volgende keer wat betaalt. Het is niet zo erg, maar Het hoeft niet per se, maar het zou wel... Wordt eigenlijk uit de jongen. Het zou gewoon netjes zijn. Ja, het is gewoon netjes, toch? Ja. Gewoon respect die je dan... Ja, precies. Een fijner gevoel. Waarom? Eens en oneens. Wel eens. Ik vind wel zeg maar dat de man moet betalen, maar ik vind het wel chill als de vrouw zeg maar ook aanbiedt om te betalen, zeg maar. Dat ze meedenkt. Ja, dat ze meedenkt aan je, maar uiteindelijk denk je zo van ja, I got this en dan zo... Zeg zo ja hier alsjeblieft. Ja, waarom? Het is gewoon van je goede kant laten zien. Dat is het. Waarom? Ik vind dat de vrouw er niet van uit moet gaan dat ik ga betalen zomaar uit mezelf. Als ik het wil, dan kan het. Ja. Maar misschien wordt het wel niks en dan loop ik geld aan jou te geven. Nee, dat doe ik niet. En jij? Ik wil het wel zelf betalen, maar als ze echt heel erg aanbiedt van ik betaal ook wel de helft, dan vind ik dat ook wel prima. Ik ben daarmee oneens. Oneens. Waarom? Ja, ik vind dat het iets van vroeger was. Vroeger was het zo van, ja, de man moet betalen voor de vrouw. Net als ze zeggen van, de man moet alles als eerste doen. Maar tegenwoordig zo van, vrouwen willen alleenstaand zijn, independent zijn. Tegenwoordig betalen ze, werken ze ook zelf, weet je wel. Ja, precies. Iedereen heeft geld, dus ze kunnen ook voor hun eigen ding betalen. Duidelijk. Ja, ik kan allebei ervoor betalen. Het is niet echt iets van vroeger of zo, wat hij zegt. Ja. Oneens, ja. Waarom? Ik vind dat je als vrouw zijnde gewoon... Maakt niet uit waar het om gaat. Ik vind dat je zelf sterk in je schoenen moet staan en voor jezelf moet kunnen betalen als het nodig is. Ja. Dus het is natuurlijk leuk als iemand voor je betaalt, maar... Je gaat er niet vanuit. Nee, ik ga er niet vanuit. En stel, die man biedt je aan van oké, ik betaal voor je. Vind je het dan prima of wil je alsnog zelf betalen? Kijk, ik zal dan waarschijnlijk wel door blijven zeuren dat ik zelf wil betalen. Ja. Want zo ben ik nou eenmaal, maar het is wel een paar keer gebeurd zeg maar dat iemand gewoon... Naar de kassa toen ik gewoon ging betalen en dan moet je er gewoon mee leven zeg maar. Ja. Dus... Okay. Wat vind jij ervan? Ik ben ook eens of oneens, maar... Als hij het soort van zelf aanbiedt, zeg ik zo van nee, ik moet de helft betalen, maar ik zou wel de helft willen betalen. Niet dat dat het probleem is ofzo. Dus jij gaat er niet vanuit dat de man automatisch voor jou betaalt? Nee, hoeft niet per se. Dus jij neemt je portemonnee wel mee? Ja. Goed zo. En gaan jullie dan automatisch vanuit de man betaald of niet? Nee, dat niet, want je weet maar nooit hoe het allemaal Ik heb
Ja. Dus je hebt wel geld bij je, toch? Je moet altijd alles bij je hebben. Het zijn ook gewoon vrouwen die gewoon hun portemonnee expres thuis laten van hij betaalt wel, weet je. Ja, dat is niet fijn. Ik zou dan wel, zeg maar, als hij niet zou betalen, ja, je zou wel gewoon netjes betalen. Maar ja, ik zou wel misschien nog, ja, niet echt een opmerking maken, ja. Maar misschien de volgende keer dan wat zeggen van, ja, maar deze keer kan jij dat dan trakteren. Ja, precies. In die richting. Precies, precies. Maar stel ze zegt tegen je van, hé, hey, sorry, maar ik ben mijn portemonnee thuis vergeten. Wat ga je dan doen? Je gaat niet betalen? Nee? Nee? Dus die rekening blijft openstaan? Die rekening blijft voor haar openstaan. Voor mij wordt gevuld. Ik betaal voor mezelf. Oké. Dames, jullie horen het. Oppassen voor deze jongen. Kan je, als je geld hebt, je gaat sowieso daar naartoe met genoeg geld voor jullie allebei, weet je wel. Je gaat daar niet naartoe zonder dat je niet voor haar kan betalen. Maar als zij zelf voor haar eigen dingen wil betalen, dan ja, is cool. Ja. Maar als ze een keer niet kan betalen, natuurlijk schiet ik voor. Je zal gewoon voor haar betalen? Ja, toch. Oké, netjes. Gentleman. Ja, sowieso. Want je hebt ook mannen die zeggen van oké, dan wordt het niet betaald. Dan gaat zij daar blijven zitten en laat je achter. Dan ben je toch geen man. Ja, zulke mannen heb je ook, hè? Nee, dit zijn geen mannen. Ja, jongens. Oké, duidelijk. En hebben jullie verwachtingen bij de eerste date? Bijvoorbeeld dat de vrouw er verzorgd uit moet zien of wat dan ook. Je moet er altijd verzorgd uitzien, vind ik. Dat is de norm, hè? Ja. Ik vind het wel. Ja. Als ik kan niet met je. Nee, zeker niet. Zeker niet. Wel verzorgd. Ik weet wat je gaat doen. Als je naar een chic restaurant gaat, zeg maar. Ik ga niet soort van als ik 17 ben, wel helemaal fancy uit eten of zo. Dus. Ja, oké. Qua uiterlijk of zo over. Qua uiterlijk ja, maar ja. Qua. Weet je wel, jouw persoonlijke goals misschien niet. Als je haar echt uitneemt, weet ik veel, Euromast of zo, dan verwacht je wel iets. Maar als het gewoon iets kleins is. Gewoon een beetje casual zijn. Ja, precies. En jij? Ja, ik vind wel dat ze een soort van er verzorgd uit moet zien. Ja. Maar het ligt ook wel echt aan wat je gaat doen, wat zij ook al eerder zeiden. Ja, ze moeten sowieso gewoon goed uitzien. Ja, dat wel. Je moet niet in een trainingspak aan te komen. Nee. Geen trainingspak? Nee, zeker niet. Oké. Wat nog meer? Gewoon, weet je, netjes, maar niet te netjes. Ja. Wat is niet te netjes voor jou? Weet je, moet wel jezelf kunnen zijn. Je moet wel gewoon jezelf zijn. Ja. Ik hou niet van te veel make-up. Nee. Dat ook niet. Mm-hmm. Gezellig karakter, enthousiast, lief. Best. Ja, gewoon netjes zijn, niet de hele tijd op je telefoon zitten, vind ik. Ik vind gewoon dat je wel een gesprek moet voeren. Ja, en aan kunnen gaan. Dat je niet, zeg maar, dat er ongemakkelijke stilte zijn. Ja. Het gesprek. Ja, simpel, hè? Ja. Het is gewoon echt een conversatie. Diepgaand, ja. Dat je elkaar leert kennen. Ja. Zeg maar niet dat het telkens van de vrouwenkant moet komen. En ik vind ook niet dat je eerst date naar de bios moet gaan. Nee? Nee, want je leert elkaar dan niet echt kennen. Je praat en dan kijk je naar de film en je eet en dat is het. Is geforceerd, ja, als je daarna misschien wat gaat eten of zo. Mm-hmm. Maar nog steeds, niet de eerste date. Nee. De eerste date is sowieso niet echt heel speciaal of zo. Mm-hmm. Ik denk gewoon meer om elkaar te leren kennen. Ja. En dan zomaar later en dan derde date, vierde date, dat je dan extra gaat zijn. Ja, precies. Ja, ik denk eerder van, je moet gewoon altijd op je best zijn, toch? Gewoon dat verzorgd, hè? Ja, gewoon altijd verzorgd zijn, goed aangekleed zijn, want ja, je bent wel met iemand die je wilt impressen, zeg maar. Ja. En zij moet jou ook impressen, anders dan lukt het niet, hè? Nee, precies. En zeg maar, wat doe jij meestal op de eerste date? Ik weet niet, ja, sowieso uit eten. Ik weet niet of naar een film zou gaan, want dat heb ik niet zo aan. Dan leer je iemand niet van kennen. Ja. Dus ik weet niet iets leuks doen, maar ik weet niet wat. Ja, ik zou niet eten. Bowlen of zo, etentje? Of ben je niet echt van etentje? Ja, eetje wel, maar bowlen, ik weet niet. Beter leuk hoor. Jawel. Bios kan. Bios, maar daar leer je haar niet beter kennen toch? Daar als je. Uit eten. Mm-hmm. Ja, filmpje is pakjes te cliché, man. Klopt, en zo kun je nou alles communiceren met haar. Ja. Oké, ik vind wel, een soort van in de film zit je opgesloten voor 2 uur en dan kan je niet tegen elkaar praten, maar het is wel leuk om elkaar te leren kennen en dan een soort van ergens een terrasje pakken of zo. Ja, of eten. Eten is altijd goed, hè? Ja, eten is altijd goed. Ja, wat voor eten, hè? Ja, sowieso. Sowieso. Ja. Etentje, filmpje afsluiten met een beetje Netflix, toch? Ja, toch? Beste. Ik ben snel tevreden. Dus jij vindt bios ook prima?
Nee, kijk, dat vind ik dan weer zoiets van, je moet elkaar wel leren kennen natuurlijk. Dus ja. Dan naar de bios gaan, dat daar kan je niet praten. Ik zou sowieso niet zeggen om te gaan chillen. Om gewoon ergens buiten te gaan zitten en elkaar daar leren kennen. Gewoon wat eten. Eten of zo. Ja. Mm. Maar niet naar de niet, het hoeft niet iets bijzonders, maar ook geen Mackie uit eten. Dat is geen gewoon iets ja, dat leuk. Noem ik geen uit eten hoor, Mackie. No, daar ben ik ook niet mee. Nee, maar bijvoorbeeld, hoe heet dat? Bij die, bij Pâté de Kuip. Mini glowdorf. Oh ja, ja. Dat is wel leuk. Ja, mini glowdorf en zo. Dat is wel leuk. Of misschien poelen als je dat kan. Of bowlen. Naar bowlen met tweeën. Bios. Waarom bios? Gewoon, het is niet te. En het is ook het is leuk voor jezelf, weet je. Maar kun je er beter leren kennen dan? Nee. Maar dat doe je op meestal op volgende date. Doe jij dat niet op eerste date? Ja. Leren kennen? Ja. Dat doe je van tevoren. Ja, maar. Je ziet elkaar voor het eerst op de eerste date. Oh, op die manier, nee. Ja. Nee. Jij zei naar de bios. Ja. Ja dan, misschien er net voor. Weet je wel, die eerste. Ga je eerst van tevoren, ga je vroeg. En dan. Stel jezelf voor elkaar voor of zo. Oké. Ja, dan ga je die film kijken. En als die film zegt, een huis heet. Ja. dan drop je er gewoon. Dan breng je er nee, gewoon thuis. Nee, dat doe je niet. Je brengt er eerst naar huis en dan. Ja. Dat is klaar. En dan betaal je ook voor die bioscoopkaartjes of denk je van hé? Dat heb je al betaald zo. Ja? Ja en jullie? Ja, eetkeuze is ook, dan leer je ook elkaar al gewoon een beetje kennen. Ja. Door ja, gewoon samen iets dus uitgeven. Jullie zouden op de eerste date voor een etentje gaan? Ja. Ja. Denk het wel. Misschien daarna nog goed. Ja, nee. Niet alleen een etentje wel wat extra's, maar... Bowlen of zo. Ja, sowieso. En als die jongen aanbiedt van, kom gaan naar Mackie. Vind kan, je dat kan. Op de eerste date? Dat, ik vind dat gewoon kunnen. Weet je. Het is ja? Niet zo van... eerste date Mackie, oké. Okay. Juist. Maar goed, dat kan. Nee, kan. Kijk, het hoeft van mij hoeft het echt niet duur te zijn en zo. Weet je. Het gaat om het principe, het gaat om het idee. Ja, ja. Om het gebaar, vind ik. Okay, en om de gezelligheid. En je bent met elkaar, dat vind ik het belangrijkste. Precies. Samen moet je een gezellige avond van maken, toch? Yes. En wat ga je doen aan Netflix? Oké, dat blijft privé. Ja toch. Maar in ieder geval gewoon etentje of een filmpje pakken of ja, zo. Ja man. Maar vind je filmpje niet echt antisociaal? Want je kan niet echt communiceren met elkaar, toch? Dan moet je gewoon een romantische film hebben. Oké, dus jij bent wel van het intieme en zo. Tuurlijk, intense. Ja, tuurlijk. We moeten er wat voor over hebben. Oké, dus waar je echt wel gewoon kan communiceren ja, met elkaar. Ja, wat ook wel grappig kan zijn, dat je elkaar weer op andere manieren leert kennen. Ja, precies. We zijn net klaar met de interviews, we hebben alles afgelegd. Het was mijn dag in Rotterdam hoor, zo. Potje knoor, psychologe. Precies dat is het Rotterdamse accent. Het was wel even wennen, want ik stoorde me echt in de middag eraan. Maar op een gegeven moment ga je eraan wennen, je gaat het accepteren, weet je. We hebben ook accent, maar goed, wij horen dat niet. Maar ja, het was een leuke dag. We hebben de mensen geïnterviewd. Diverse meningen. De een vindt van ja, een man hoort te betalen op de eerste date voor de vrouw. En heb ook meningen gehoord van ja, voor de mensen die niet in beeld kwamen, hè, die heb ik ook geïnterviewd. Die heb ik weggelaten. Uit respect. Privacy reden. Dat doen we ook. En die zeiden van ja, de vrouw moet betalen voor de man, voor beide partijen dus. Of helft op de eerste date. Dus zo zien jullie maar. Er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Ik vond het een leuk experiment. De mensen hier zijn open, Rotterdammers. Ze zijn chill. Als ze niet willen, dan respecteer ik dat. En ze gaan daar goed mee om. Dus ja, boven mijn verwachtingen. Ik had weinig verwachtingen zelfs. Ik was alleen wel verlegen. Het duurde wel even voordat ik op gang kwam met mensen aanspreken en zo. Maar uiteindelijk is het goed verlopen.
ja, jullie doen het goed, Rotterdammers. Mijn compliment. Netjes. Als ik een compliment geef, is het veel waard. Koester dat. Dus ja, het was een leuke dag in Rotterdam. Straks weer terug naar Amsterdam. Eerst nog even salsa les volgen. Hier in Rotje Knoor. Ja, we moeten goed afsluiten toch? Ochtend hier. Middag hier. Avond hier ook. Dus ja, het was een leuk dagje. Fijn dat jullie hebben gekeken naar vlog 31 alweer. Het gaat heel snel. Ik zie jullie in de volgende vlog. Ciao!